Ja, een stukje FIFA spelen. ADO Den Haag tegen Ajax in de bekerfinale. We gaan het zien. Welkom dames en heren bij de finale van de beker. We hopen op een prachtige wedstrijd. Ik ben Evert de Napel en hier naast me zit Jurie Mulder. Het belooft een interessante wedstrijd te worden tussen ADO Den Haag en Ajax. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Jansen. Ze verspelen de bal. De tegenstander is ermee weg. Martin. Die bal gaat richting een verdediger. Geen goede voorzet dus. Duarte. Dit wat? Schöne. Ze zetten met één druk en hebben de bal weer veroverd. Ja, en nu? In het wilde werd het uitverdelen. De bal ligt voor het oprapen, ze zijn hem kwijt. Niklas Moisander. Kan het Ajax gewoon opdoelen? Duarte. Lekker combinatiespel. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Buitenspel. Nou, het is van belang dat de omschakeling goed is. Knap verovert de bal daar op het middenveld. En Ajax is weg. De bal wordt onderschept. Dat bleef het gevaar op zo'n schot. Bij de jeugd moet je toch al geleerd om met beide benen te schieten. Maar deze jongen heeft niet het opgelet toen. Ja, dat was overduidelijk zijn zwakke been, ja. Jansen. Martin. Ja, en nu? De lat komt om treffen. Nou, die kans is bekeken. Doeltrap. Marijn. Andersen. Dat was een overtreding. Scheidsrechter geeft een vrije trap en misschien komt er ook nog wel een kaart. Dat was inderdaad een overtreding. De scheidsrechter heeft het goed gezien. Hij probeerde hem de bal afhandig te maken, maar maakte daarbij een overtreding. Serrero. Nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Kan hij een medespeler bereiken? Daar gaat hij. Oh, de verdediger steekt er een stokje voor.
Janssen. Hele slechte paas, bal is uit nog. Marijn. Serrero. Scheidsrechter fluit bij een ruststand van 0 tegen 0. 0-0 is begonnen. Met een gelijkspel de rust in juli en ik zou niet weten wie dit potje gaat winnen. Het zal om net dat beetje extra gaan, Evert. Ze zijn zo aan elkaar gewaagd dat ze alles moeten geven om vandaag te kunnen winnen. De rust zit erop. Daar is de aftrap van Ajax en het stadion barst bijna uit zijn voegen. Maakt zich be... Ja, en nu? Nee, het ging toch anders dan ik dacht. Oh. Een schermutseling om de bal. Hij mag de vleugel voorgezet. Paniek bij de verdediger, maar hij weet die bal toch weg te werken. Hallo, verdediging. Er moest een voorzet komen, maar de verdediger zit er goed tussen. Vaar is dus voorbij. Waardeloze voorzet. Zuiver loon. De coach zet een wisselspeler in. Hij hoopt natuurlijk aan de leiding te komen. Buitenspel volgens de scheidsrechter. Met die tackle herovert hij de bal. Voor het doel. En het gevaar is geweken. Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle, een beetje pech. Ja, hij gaat. Hij wordt op een correcte manier van de bal afgezet. Ze blijven in balbezit, dus de scheidsrechter grijpt niet in en geeft voordeel. Goed gezien? Absoluut, ik zie dat ook graag. En het is toch fijn dat dat bestaat, de voordeelregel. Zet zichzelf buitenspel. Personele wijzigingen bij beide ploeg. Volgens mij wist hij zelf ook wel dat het een kansloos schot was. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Goed opgesteld door de verdediger. Duarte. Andersen. En hier een duidelijke afspiegeling van het spelbeeld. De ploegen zijn ongeveer evenveel in balbezit geweest. Ja, ze ontlopen elkaar nauwelijks. Het balbezit wordt overgenomen. Goede ingreep dus. Zuiverloon. Ze verspelen de bal. De tegenstander is ermee weg. Nu hard. Een gevaarlijke situatie. De coach probeert met wat vers bloed het spel te verbeteren. Buitenspel zo te zien, ja. Niklas Moisander. Er zijn spelers mee. De achterhoede staat gewoon machteloos.
En hier is dan de wissel. De coach probeert iets nieuws. In de hoop op voorsprong te komen. Niklas Moisander. Ja, en nu? Dit wordt spannend. Niklas Moisander is in de hoek. Zou de wedstrijd met deze uitslag eindigen? Het zou wel eens de beslissende goal kunnen zijn. Ja, goed, die anderen kunnen er ook nog mee maken, dus het gelijk. En dan valt hij vlak voor het eind. Ja. Het is gebeurd en ze zijn kampioen. Ja, geweldig even. Een schitterende prestatie. Een fantastische wedstrijd. Een finale die voldeed aan de verwachtingen. En een geweldig overwinning. Nieuw seizoen erin. Van Viva.
te zien, blijf ik nog steeds bij ADO. En dan gaan we dadelijk weer met de oefenwedstrijden beginnen. Bedankt voor het kijken.